Dit is het verkeersjournaal van woensdag 17 september. We beginnen met werkzaamheden in het gebied rond de Noordwal en de Veenkade in Den Haag. Al enige tijd wordt er hard gewerkt tegenover de ingang van de paleistuin. Het gebied tussen de Prinsessenwal en de Torenstraat die krijgt een nieuw uiterlijk. En de historische gracht die komt weer terug. En onder de nieuwe gracht wordt een volautomatische parkeergarage gebouwd. Nou, zo moet het er al straks allemaal uit komen te zien. Maar ja, voordat het zover is, moeten we nog even wachten. Tot volgend jaar, februari. Vanaf vorige week is de Torenstraat ter hoogte van de Torenstraatbrug afgesloten voor het verkeer. En hierdoor zijn ook de kruispunten hier met de Noordwal en de Veenkade afgesloten. En vanuit de Vondelstraat richting de Torenstraat kunt u omrijden via de Elandstraat, de Koningin-Emma-kade, dan hier de Noordwal, dan de Breedstraat en de Snoekstraat. En de rijrichting van de Breedstraat en de Snoekstraat die zijn tijdelijk omgedraaid. En verkeer vanuit de Vondelstraat richting de Veenkade wordt omgeleid via de eerste, de Riemerstraat. Nou, de werkzaamheden bij de brug die duren tot eind oktober. Tram 17 die blijft gewoon rijden. En kijkt u voor meer informatie op onze website. In Delft daar wordt gewerkt aan de N470. De weg die sluit deze week en volgende week een dynamische rijstrook. Op werkdagen tussen 9 uur ochtends en 3 uur s middags. Er worden dan verschillende onderzoeken uitgevoerd. U kunt nog wel langs de werkzaamheden rijden, maar de snelheid die wordt wel teruggebracht naar 50 km per uur. En volgende week wordt gestart met werkzaamheden op de Houtrustweg in Den Haag. In het deel tussen de Nieboerweg en de Sportlaan Daar wordt geasfalteerd en ook worden de fietspaden van asfalt voorzien. En de rijweg krijgt een middeneiland. Tijdens de werkzaamheden is dat deel van de weg afgesloten voor het verkeer. En verkeer richting de Houtrustweg die kan omrijden via de Nieboerweg en de Sportlaan. En verkeer richting Duindorp wordt omgeleid via de Stadhouderslaan, de Statenlaan en dan de Westduinweg. Fietsers die kunnen omrijden via de Van Boetselaarlaan en dan de Kranenburgweg en de Ventweg langs de Houtrustweg, die blijft bereikbaar via de Laan van Poot. De uitrit van de Ventweg die wordt wel afgesloten en u kunt gebruik maken van de inrit van het Shell tankstation. Ja, en dan is het weer tijd voor het spelletje de ratenstraat met vandaag alweer de tweede aanwijzing. Nou, hier is die. Weet u om welke straat dit gaat? Ja, de kerk. Dat zou een uh, mooie aanwijzing uh, kunnen zijn. Waar staat de cameraman op dat moment? Als u het weet, ga naar de site, mail het antwoord en maak kans op leuke prijzen. Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.